Goedenavond. Corpo Deco bestaat binnenkort 33 jaar. En dat vieren ze met een lezing van Peter Eigen. Hij is oprichter van Transparency International. Die wereldwijde organisatie doet onderzoek naar integriteitsvraagstukken van landen en organisaties. Chesron Isidora van Corpo Deco vindt het van belang dat een integriteitskamer op Curaçao er komt. En zijn overheid zijn vee staat hier dan ook volledig achter. Well, we hebben de eer om op die dag de oprichter van Transparency International op Curaçao te hebben, meneer Peter Eigen. Hij eert ons met zijn aanwezigheid en hij zal over governance, world governance, integrity. En zal hij praten, sinds wij een ontwikkelingsinstelling zijn, zal hij over in dat kader het behoeven hoe integriteit, ontwikkeling en kan beïnvloeden. Maar het is een hele grote eer. Het zal een viering zijn bij Pieter Mai, waar vroeger Maritie, waar nu City Beaches. En op die plek zullen we dat doen. We zullen mensen uitgenodigd, we verkopen welke kaarten. Er is een goede doel achter de inkomenshoog, dat wij in de Corpo Deco Erfond willen zetten. We verkopen ook tafels aan bedrijven. En er bestaat ook de mogelijkheid dat bedrijven op basis van het pakket dat ze kiezen, dat ze een één-op-één sessie kunnen hebben met Peter Eigen. Okay. Daarover zo dadelijk meer, maar eerst even over Peter Eigen zelf. Want u zegt hij heeft Transparency International opgericht. Die heeft hier ook onderzoek gedaan op het eiland. Waarom vond u het van belang om hem hier uit te nodigen en te laten spreken? Kijk, we waren sinds vorig jaar waren we bezig met een hele groot voorbereiden van een hele grote conferentie. In het begin hebben we hem al toegesproken dat hij aanwezig zou zijn. Het allemaal in het kader van het nieuwe Curaçao. Dat is ons beleid vanuit 10-10-10, waar wij dingen en programma's feitelijk kunnen zeggen om het nieuwe jasje dat Curaçao opereert, functioneert, waar we in leven. En we hebben hem benaderd als een spreker op het conference. Het is ongeveer een jaar geleden dat we al contact met hem hebben gehad. Hij heeft toen de tijd toegezegd, heeft een relatief drukke schema. En vandaar kwam het. Dat was een van de thema's waarover hij zou spreken. Hoe belangrijk het is voor zo'n kleine, voor kleine territorie zoals ons, hoe geschat we zijn over het hele proces van globalisation en governance. In dat kader kwam het ook nog dat in februari de lokale overheid heeft gekozen om een integrity chamber op te zetten. En het kwam net aan te pas dat hij, daar hebben we samen met hem besproken. En daarom kwam het feitelijk erop neer. Het is een samenloop van omstandigheden. Hij zal ook de kwetsbaarheid van zo'n kleine gemeenschap zoals Curaçao in kaart proberen te brengen met het hele globalisation concept. Ja. Door hem uit te nodigen wilt u als Corpo Deco ook een bepaalde boodschap uitdragen, namelijk integriteit en dat belangrijk is. Kunt u aangeven hoe het gesteld is met integriteit op Curaçao? Hoe kijkt Corpo Deco daar tegenaan? Kijk, wat wij doen als organisatie, wij proberen al onze projecten dat te doen en boodschappen en evenementen. En het is altijd met een boodschap. Je bent altijd nooit uitgegroeid als zeker eiland. En als ontwikkelingsorganisatie is altijd de lokale gemeenschap proberen aan te moedigen en de correcte richting op te laten gaan. In wat voor vorm dan ook. En integriteit vinden we dat gewoon weg. En het algemene belangrijke deel uit van een ontwikkelingsproces van een gemeenschap. Ik vind het nog heel apart het feit dat nu na 10-10-10 wij bepaalde dingen op een verschillende manier moeten aanpakken. Het internationale
gemeenschap wordt meer en meer belangrijk voor de vooruitgang van het eiland. En we kunnen gewoon weg niet zonder meer. Dus in dat kader vinden we dat een belangrijk punt. En daar is een toegevoegde waarde, denk ik, dat hij kan leveren met zijn ervaring. Maar u weet ook dat het op het gebied van integriteit niet altijd heel erg goed zit op dit eiland. Wat moet er gebeuren volgens u? Ik weet niet of het erger is dan vele plekken in het wereld. Ik vind ons niet noodzakelijk uitzonderlijk als ze zegt dat wij nog werk te doen hebben. Dat is definitief zo, maar dat is ook een van de redenen waarom wij hem laten praten. Het is goed om dingen in de juiste context te praten. We worden misschien soms aangegaard als een grote boosdoener op integriteit, maar misschien is het zo, misschien is het niet zo. Het is kwestie van het in context halen, gewoon informatie bieden, zodat mensen hun eigen mening kunnen vormen. Ja. Dan even over die lezing en het feest zelf. Wanneer is dat precies? Het is op 23 april. Dat is onze verjaardag. Het wordt gehouden op, zoals gezegd, op Marici, de Pietermaai parkingspot tegenover waar de nieuwe Pietermaai parking is. We zullen dat kale plek wat even opknappen. Meneer Neumann was zo hoe zeg je dat? Heeft meegewerkt om het plek gratis beschikbaar te maken. Daar waren zijn nieuwe suites feitelijk er ook nog. En daar op die terrein, het is van 6 tot 9:30 uur. Minister Martina en de minister-president zullen ook woorden aan het publiek spreken. En hopen we dat het een hele gezellige en informatieve en educatieve avond zal zijn voor iedereen. Ja. Waar kunnen mensen voor kaarten terecht? Er zijn twee mogelijkheden. Kaarten zijn beschikbaar te mensen in Caminade. En dan kunnen bedrijven mensen die meer dan 5 kaarten kunnen kopen, willen kopen, kunnen de nummer 690-0313 bellen en dan kunnen ze kaarten bestellen of kaarten zijn beschikbaar ook de mensen in Caminada. We bieden ook aan bedrijven sponsorpakketten voor tafels. Er is een gewone tafelreservering en er is ook een tafelreservering voor een hogere bedrag, maar dat houdt in ook dat je een privé sessie kan krijgen met Pieter Eigen. Ja. En wat kosten de kaarten gewoon voor de particulier? De kaart voor de particulier kost $100. Een hele tafel? Een hele dalen normale tafel is 1500. 23 april, hebt u er zin in? Zeer zeker, het is heel enthousiast. Vandaag kwam, 12, daar kwam Pieter Eigen aan. Het is heel enthousiast en heel interessant om met hem even één op één te zitten en zijn invalshoek. Ik ben zeer zeker dat hij zijn huiswerk heeft gedaan over Curaçao. Dus het is wel heel interessant en we hebben heel veel zin in. Bijna de helft van de Caribische Nederlanders groeit op zonder vader. Waar komt dat door? En wat voor impact heeft het? En hoe doet de nieuwe generatie vaders het? Collega Natasha Gibbs praat erover met Julmar Simons, hij is rapper Atje, en Paco Nunez. Beide mannen zijn zonder vader opgegroeid en voeden nu hun eigen zonen op. Luistert u naar een podcast van NPO Radio 1. Wist u dat bijna de helft van de Caribische Nederlanders zonder vader opgroeit? Ik weet er zelf alles vanaf, want ook ik ben zonder vader opgegroeid. Dat heeft echt wel impact op mijn leven gehad. Niet alleen als meisje, maar ook als vrouw. Zo heb ik heel lang weinig vertrouwen in mannen gehad en liepen mijn relaties vaak stuk. Ik ben dus eigenlijk een ervaringsdeskundige en ik vraag me af, hoe zit het bij de mannen? Hoe is het voor een jongen om zonder vader op te groeien? Heeft dat invloed op de manier waarop ze hun eigen kinderen opvoeden? En hoe ze het later zelf als vader gaan doen? Om antwoord te krijgen op deze vragen zocht ik twee mannen op die beide zonder vader zijn opgegroeid en nu zelf vader zijn. De eerste is Paco Nunez. Hij is regelmatig op het Binnenhof in Den Haag te vinden, niet als politicus, maar als fotograaf van politici. En de tweede is Julmar Simons. Hem ken je misschien als rapper Atje uit Amsterdam Zuidoost. Ik ontmoette de twee mannen in de Bijlmer, waar Atje een studio heeft.
Atje, ik begin bij jou, want je bent begin dit jaar vader geworden van een zoon. Wat voor impact heeft dat eigenlijk op jou gehad? Wat voor mij echt een punt was, is de eerste flesje. Zeg maar, toen ik het eerste flesje aan hem gaf, besefte ik van, als ik dit niet doe of zijn moeder dit niet doet, dan gaat hij dood gewoon. En dat heeft alles in me veranderd. Hij komt ook eerst. Whatever ik te doen heb, komt daarna, zeg maar. Hoe is het eigenlijk voor jou, Paco? Want jij hebt 3 zonen, je doet het al een tijdje. Kun jij je nog herinneren het moment dat je vader werd? Dat je voor het eerst vader werd? Hoe oud was je? Sinds mijn 15 of 14 ben ik eigenlijk al vader geworden. In de zin van, zeg maar, mijn zussen hebben kinderen gehad. En ze hadden daarna de man ging weg. Dus eigenlijk was het zo dat ik ook een soort van vader werd van mijn neefjes en nichtjes. Jongen, ik zie jou echt knikken. Herken je dit? Ik herken het zeker, omdat ik uit een hele grote familie kom. Jammer genoeg is het bij mij in de familie ook zo dat ik... Niet iedereen is nog steeds met de man waarmee ze kinderen hebben gehad. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Dus dan krijg je gewoon dat die ene tante die goed met kinderen is, dat zij die kinderen opvangt. Maar op het moment dat jij het kind bent van die ene tante, ga jij ook pampers verwisselen. Ga jij ook flesje geven wanneer tante niet kan. Snap je wat ik bedoel? Precies. En dat is eigenlijk, denk ik, wat hij bedoelt. Ja, zeker. Want bijvoorbeeld, Laas ging me heel grappig. Want Laas heeft toen een van mijn neefjes mij van, je zoontje is bij mij thuis. Nu krijgt hij straf. Hij gaat in de hoek staan. Want ik ga je terugboeten van toen de tijd toen je mij straf gaf. Dus maakt hij een paar grapjes erover. Maar het is eigenlijk, zeg maar, dat je op dat moment ben je, zeg maar, je bent wel jong, maar dan waak je eigenlijk over je neefjes en nichtjes. Yes. Dan help je eigenlijk je zus, want die is gewoon alleen. Denken jullie trouwens dat er een verschil is tussen hoe mannen ouderschap beleven en hoe vrouwen het beleven? Ja, ik denk het wel. Kijk, vrouwen, zeg maar, van het begin af voelen ze het kind in hun buik. Het is totaal anders dan bijvoorbeeld bij man. Want de man, bijvoorbeeld als hij baby gaat schoppen, dan zegt die vrouw even voelen. Dan kom je met je hand. Maar dat zijn kleine momenten. Maar bij vrouw heeft het eigenlijk, al die 9 maanden heeft hij dat kind in zijn buik. En de man moet eigenlijk een soort van gaan inleven. Van oké, er komt een kind. En eigenlijk bij mij was het zo, pas als je hem ziet, dan denk je van wow, dat is mijn kind. Het is totaal een ander gevoel, zeg maar, dat je eigenlijk niet kan beschrijven van, van 1 of 10, nee, kan je niet doen. Het is gewoon als je hem ziet of haar ziet, denk je van, wow, het is gewoon mijn kind. En er komt een switch van, oké, nu moet ik echt gaan passen. Het is geen gamer, het is geen PlayStation, het is echt. Dit is geen game over in de wereld. Nee, dat moet echt, echt. Tot zover Nieuws in het Nederlands. Ik wens u een mooie avond. Dankjewel collega Ricard Mesora, nos abre espacio para la noticia, u collega Gisela Suárez. Buenas noches televidentes, mi nombre es Gisela Suárez y les doy la bienvenida a esta su edición de la noticia en español. Comenzamos este set de noticias con las últimas declaraciones del sindicalista Errol Cova, el cual afirma que debemos ser más conscientes con los beneficios que recibimos en la actualidad en el campo laboral. En una profunda reflexión sobre el Día del Obrero que se celebrará el próximo 1 de mayo, el sindicalista Errol Cova piensa que debemos ser más conscientes y valorar los beneficios laborales con los que disponemos en la actualidad. Beneficios como el sistema del trabajo de solo 8 horas, el cual es el resultado de mucha lucha para poder llegar hasta ese punto, puesto que en otras épocas no fue así. Además, enfatizó que aunque se ha logrado mucho, aún no es suficiente y por esto es importante mantenerse en la lucha, pues aún hay mucho camino por recorrer. Es por esto que el señor Cova indica que la formación sindical es muy importante para los obreros. La ministra de Salubridad anunció que el gobierno debe reportar el estatus de construcción del Hospital Nuevo de Otra Banda, pero que aún Zona no ha entregado las cifras al gobierno. La ministra de Salubridad, Susan Camelia Reimer, declaró que se mantendrá firme en su derecho de recibir estas cifras, las cuales son importantes para la administración y buen manejo de la construcción y los fondos del Hospital Nuevo Otra Banda. Según la ministra, este es su derecho y nada tiene que ver con las diferencias y el conflicto que hay entre Zona y Berenskog.
Pasemos ahora a lo más relevante en materia general. El gobierno de Curazao ha instituido un grupo de acción para la evaluación total de la enseñanza en el país. Así lo declaró la ministra de Enseñanza, Ciencia, Cultura y Deporte, Marilina Alcalá Gualé, quien agregó que ya ha llegado la hora para que nuestro país entre en la nueva era de la educación, siguiendo el estándar del siglo XXI. Pasando a lo más importante en materia internacional, Estados Unidos está listo para actuar en Siria. La Casa Blanca se ha pronunciado advirtiendo que están barajando diferentes opciones. Estados Unidos se prepara para actuar en Siria. El presunto ataque químico del pasado sábado en Duma por parte de las fuerzas de Bashar al-Assad parece haber sido para Donald Trump la gota que ha colmado el vaso. El presidente estadounidense anunciaba este miércoles vía Twitter su intención de actuar de manera inminente en Siria, instando además a Rusia, aliada del régimen sirio, a estar preparada. La Casa Blanca, algo más cauta que los tuits de su presidente, ni matiza el tipo de actuación ni concreta cuándo tendrá lugar. El presidente no ha establecido aún un calendario claro y de momento tiene varias opciones sobre la mesa. Estamos considerando todas las posibilidades y aún no hemos tomado una decisión final, comunicaba la portavoz de la Casa Blanca, que confirmaba que el presidente responsabiliza a Siria y Rusia del ataque químico en Duma. Los anuncios de Trump han puesto en alerta al resto de implicados. Desde Rusia, Vladimir Putin hacía este miércoles un llamamiento al sentido común a todas las partes. Tanto el Kremlin como Damasco han negado todos estos días que el presunto ataque químico en Duma tuviera lugar, si bien este miércoles Moscú vetaba en la ONU la puesta en marcha de una investigación para esclarecer lo ocurrido. Desde Naciones Unidas urgen a los 5 miembros permanentes de su Consejo de Seguridad a encontrar una solución a una escalada de tensión que no beneficia a nadie, mucho menos a Siria. Por su parte, la primera ministra británica, Theresa May, se reunió con su gabinete ministerial para buscar apoyos y así Londres pueda secundar a Estados Unidos en su intervención en Siria. Reino Unido podría estar a punto de secundar en Siria a su tradicional aliado. Tras la advertencia de Donald Trump sobre una intervención próxima de Estados Unidos en el país árabe, está previsto que Theresa May se reúna hoy con su gabinete ministerial para aprobar acciones contra el arsenal químico del régimen de Bashar al-Assad, a las que también se uniría Francia. La inmediatez de la decisión impediría que esta tuviera que ser aprobada en el Parlamento, algo que ha criticado el líder británico de la oposición, Jeremy Corbyn. La medida es una respuesta al supuesto ataque con armas químicas del pasado sábado en la ciudad siria de Duma, que solo niegan Damasco y Moscú. En Nuevo México, el secretario de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, llegó a ese estado y a su arribo encontró a miles de personas marchando como protesta por la militarización de la frontera. Sessions se encontró con las protestas contra el despliegue de la Guardia Nacional a lo largo de las 2.000 millas que nos separan de México. La justificación del gobierno de que esta militarización frenará el tráfico de drogas y la inmigración ilegal es rechazada por estos manifestantes. Están causando una agresión sin precedentes contra nuestra comunidad. Hay una guerra en contra de la Constitución de Estados Unidos. Hay una guerra en contra de la familia inmigrante. Esa es la guerra que están declarando el día de hoy. Bastante largos ahorita con Donald Trump como presidente. Pues lo importante es sobrevivir esta administración. Y como parte de la ofensiva del gobierno para blindar la frontera con México, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristian Nielsen, visita hoy la localidad de Santa Teresa, Nuevo México, para supervisar los trabajos de reforzamiento del muro. Por su parte, el gobierno de Enrique Peña Nieto ordenó militarizar la frontera sur para evitar el ingreso de más inmigrantes centroamericanos. El gobierno envió elementos de la gendarmería, sobre todo al estado de Chiapas, donde se detiene al 40% de los migrantes. Y esta acción va en dirección contraria a la solicitud del Legislativo Nacional de dejar de cooperar con Estados Unidos en materia migratoria. De otro lado, el ex vicepresidente mexicano Vicente Fox abogó para la legalización de la marihuana y el cultivo de la amapola, alegando que eso podría reducir el incremento de la violencia del narcotráfico. El expresidente mexicano Vicente Fox ha reiterado su visión de que la legalización de ciertas drogas o del cultivo de la amapola pueden mitigar la violencia de los narcos en México. El estado de Guerrero, en el sur del país, se ha convertido en un santuario para los pequeños productores de esta flor de la que sale la heroína. Esto ha hecho proliferar las bandas y traficantes, aunque también ha impulsado la economía estatal. Esa carnicería en Guerrero ahorita, esa destrucción de nuestro puerto turístico más maravilloso que se está llevando a cabo, basta con decir se legaliza la producción de amapola y luego regular sus consecuencias y regular qué pasa con ella, pero las plantas en sí mismas no son dañinas.
Desde el comienzo de la llamada guerra contra las drogas en 2006, tras el mandato de Fox, la violencia ligada al tráfico de drogas no ha hecho sino aumentar. Otra batalla es la del cannabis, permitido con fines medicinales, pero cuyo cultivo está prohibido, así como su uso con fines recreativos. Colombia importará café para mitigar la caída de los precios. Comité Nacional de Cafeteros autorizó en su última sesión la importación de café de otros países para la fábrica de café industrial y con recursos de los excedentes de la operación de la compañía Buen Café. Las importaciones, de acuerdo con el Comité de Cafeteros, no podrán superar el 2% de las compras totales de materia prima y no reemplazará en absoluto las compras a los caficultores colombianos. Finalmente, el Comité Nacional Cafetero señala que los consumidores colombianos no tendrán por qué preocuparse en materia de precios y que los productos ofrecidos contarán 100% con café colombiano. A continuación, los dejo con imágenes hermosas del parque temático más conocido en el mundo, The Magic Kingdom Park, ubicado en Walt Disney World, en Florida, Estados Unidos. Información por esta noche. Muchas gracias por su compañía y sigan con nosotros. Quédense en sintonía de CBA y su canal. Muy buenas noches. Danke na colega Gisela Suárez. El vidente sine aquí también nuestra marca final. Na nos boletín de e noticia pa benoche, ya hoy 18 de abril 2018. Invitación de baipa porque de en sintonía de CBA y Television, mañana gente mitarichete, nos lo tiene el programa live. Coffee noticia, cu colega Kit Carlo. Amita Giandro Bologna, se lo desea buon feliz noche. E notícia, dava uma apresentação de KFC, Pizza Hut, Subway e Maduro and Curious Bag.